Hoi, tof dat je kijkt. Dit alle andere recept is de vegan curry met spitskool en paddenstoelen. En is onwijs lekker. Dus voor 4 personen. Je bent ongeveer een half uurtje aan het koken en 40 minuten aan het wachten. Let's go. Wat hebben we hiervoor nodig? Nou, het woord zegt het al, vooral het gerecht. De spitskool, prachtige groentesoort, een van mijn favoriete groentes. Shiitake, kastanjechampignons, seree, oftewel citroengas, kokosmelk, santen, een ingedikte kokoscreme, kurkuma, koriander en komijnpoeder, een beetje sambal oelek, wat arachideolie, anderhalf blokje groentebouillon, gember, knoflook, een limoen, shallotjes en wat gezouten cashewnoten. Dan gaan we beginnen met een boemboe maken, dus de basis, een soort currypasta. Dan heb je een, kan je in een vijzel gaan doen, maar heb je wel een flinke vijzel nodig. Voor zo'n hoeveelheid vind ik het altijd fijn om gewoon een keukenmachientje te gebruiken. Dan gaan we beginnen met de shallotjes. Nou, het voordeel is, als je een blendertje gebruikt, hoef je niet echt te gaan letten op je snijtechnieken. Want dat doet het apparaat voor ons, maar wel even schoonmaken. En alle ingrediënten en ook het receptuur kun je gewoon vinden hieronder, hè, in de beschrijving. Ja, spitskool. Vroeger echt veel gegeten. Toen is het een tijdje een beetje uit beeld geraakt. En nu is het dan weer tussen haakjes hip, trendy, fijn. Ik vind het vooral een prachtig, een van de mooiste koolgewassen die er zijn. Dat komt omdat je, als je ze bakt, grilt of stooft, dan komt er een soort, bijna een soort zoetheid vrij. Die zich supergoed verleent met vlees, met vis, vegetarisch, vegan. Gewoon een hele smaakvolle kool. En als tuinder is het ook mijn lievelingskool, want hij groeit gewoon wat sneller dan de gewone, de vastbladerige koolsoort, zoals de witte kool en de rode kool. En je kan ze ook, zeg maar, als klein spitskoolkropje ook heerlijk eten en verwerken. Ook leuk om daar af en toe iets mee te doen op de barbecue. En dit is dus een curry. Ja, een groentecurry hoeft minder lang te staan dan een vleescurry. Vleescurry is vaak, hè, dan moet dat rundvlees, meestal rundvlees, moet dan mooi zacht worden. Ja, met deze curry is dat niet. En eigenlijk zijn sowieso heel veel Indiaanse curry's zijn al vegan, of tenminste vegetarisch, of zelfs vegan. Dus het is gewoon vooral een heel lekker recept. Oké, knoflook. 2 teentjes. En als je nou zo'n heel dun teentje hebt, maak er dan 3 teentjes van. Zet de teentjes gewoon een keer of 2, 3 door, dat je het een beetje op weg helpt. En handig met knoflookpellen. Heb je heel veel technieken voor. Heb ik hele bijzondere technieken daarvoor. Dat is namelijk de shake and stir techniek. Of je gaat hem kneuzen. En als je nou echt heel veel, een grote bak aioli moet maken, je hebt veel tenen nodig. Kan ik je tip geven. Je neemt een pan. En het liefst niet de pan die ik nu ga gebruiken. Want dat is een hele zware pan. Maar wel een pan met een deksel. Knoflookbollen. Die gooi je in je pan. Als er zo uit een schilletje. En dan heb je het ook warm. Knoflook erin. Dan de cashewnootjes erbij. Alle kruiden. Dus koriander, komijn, korianderpoeder, komijnpoeder. Kurkuma, oftewel de geelwortel. Die natuurlijk ook voor die gele kleur zorgt, maar ook voor een mooie smaak. De sambal. Een beetje pit. Wat gember. Die gaan we even schoonmaken. Ik schraap dat gewoon altijd met een lepel schoon. Dan heb je bijna geen verlies. Gewoon een heel dun velletje wat eraf gaat. Als je met een dun schillen doet, verlies je gewoon superveel van je gember. En gember heeft maar een heel dun houterig schilletje. En als je nou niet alle gember gebruikt, zoals ik nu ook niet ga doen, snij hem gewoon recht af. Dit droogt gewoon weer in op je groenteschaal. En dan kun je gewoon super lang bewaren. Of een lekker theetje van maken. En die mag ook in die blender erbij. En dan zijn we er. Daar gaan we. Vergeet ik een braadpan, doen we wat olie in.
En dan mag die boemboe even in. Die ga je echt goed verwarmen. Dus die ga ik gewoon langzaam mee verwarmen, ook al is die pan nog niet heet. Dan komen die smaken rustiger los, zonder dat het meteen aanbakt. En vooral het verwarmen van gedroogde kruiden. Ik noem die ook wel mioteren. En mioteren is in principe hetzelfde als garneren. Dat kan je leren. Ondertussen gaan we de seree pakken en de limoen. Seree, citroengras, ruikt bijna niet. Tenzij je hem dus kneust of insnijdt. Nou, dan kun je hem in de lengte een paar keer insnijden. Of je pakt de achterkant van je mes. Dus het dikke stuk van je koksmes. En je gaat er gewoon een paar klappen op geven. Een beetje inscheuren. Dan weet je niet wat je ruikt. Heerlijk. Mooie, frisse. Net anders dan limoen. Een andere citrusachtige geur is dat. Ja, ik vind het echt een van de lekkerste geuren die er in de keuken bestaan. Meen ik serieus. Om nog een andere frisheid te geven, ga ik met een mes een dun plakje van de limoen snijden. Ik probeer dan ook echt zo min mogelijk van het wit mee te pakken. Dat kun je ook met een klein mesje doen, met een klein schilmesje. Iets meer controle. Dan snij hem gewoon zo dun mogelijk, met zo min mogelijk van het witte erbij. Dat witte gaat toch een beetje voor het bittere effect zorgen. En dit is alleen fris. Dus dit is prima zo. Dus dat mag er dadelijk ook bij. Dan hebben we de santen en het kokosmelk. Nou, santen is, het is bijna hetzelfde. Alleen dit is zeg maar het vettere gedeelte, een beetje het ingedikte kokos. Dit is wat vloeibaarder. En samen krijg je dan een hele mooie creamy, een creamy effect met een romige saus. Nou, die boemboe heeft 2-3 minuutjes gebakken. Mag die santen erbij, die gaat dus smelten. Kokosmelk. En je ziet ook meteen wat er gebeurt in de pannen. De geelwortel, oftewel de kurkuma, kleurt meteen heel je curry mooi geel. Roer even goed over de bodem, vooral in het begin. Dat je die currypasta eigenlijk een beetje loshaalt van de bodem. De boemboe. Die zand heeft iets langer nodig om te smelten, maar geloof me, die lost dadelijk helemaal op. Daarbij mag je de seree-stengeltjes leggen. Zo. Die vissen we er straks wel weer uit en ook de limoenschilletjes. Vuur zacht, sterker nog, gaan naar een kleiner pitje zetten. En zet ik vast een andere pan op het vuur. Voor de paddenstoelen en de spitskool. Deze gewoon af en toe doorroeren, een klein half uurtje laten pruttelen. Volgende pan staat er vast op het vuur, doe ik vast wat olie in. En als die zand een beetje is opgelost, nou dat is bijna, gaat toch wel vrij rap, mag die bouillonblokjes nog eventjes verkruimeld. En die roeren er nog even los doorheen. En dan wordt het één grote smaak. Explosie. Heerlijk. De spitskool. Waarom heet de spitskool spitskool? Hij is spits. We gaan hem in kwarten snijden. En de spitskool heeft dus een kern. Dat zal ik even laten zien. Dus hiermee zit hij vast. Dan heeft hij verschillende lamellen. En daarin zitten weer dunnere bladeren. Nou, als je deze kern, die kan wat harder zijn. Die kan zelfs een heel klein beetje bitter zijn. Dus die kun je er gewoon uitsnijden. Door hem gewoon makkelijk in eerst een kwartje te snijden, de spitskool recht op te zetten. En gewoon eventjes langs die naad, dus langs de hechtingsdraad. En dan heb je een mooi stukje malse spitskool. En dan kunnen we hem daar ook veel makkelijker in repen snijden. Deze snijden we gewoon in mooie repen. Nou, dit is dus echt een spitskoolcurry met paddenstoelen. Heb je nou zelf een favoriete curry? Laat het even weten in de comments. Ben ik benieuwd naar. Er zijn namelijk heel veel soorten en verschillende soorten curry. En het is wel echt een populair gerecht aan het worden. Het vuur mag hoger. En dan gaan we die spitskool eventjes mooi aanbakken. En spitskool is een groente, net zoals spinazie. En eigenlijk veel meer groente die nogal slinkt. Dus het lijkt nu een hele volle pan. Maar het wordt eigenlijk zeker de helft minder. Ondertussen geen tijd voor pauzes. We pakken hem gewoon lekker door, want we gaan naar de paddenstoelen. Ik gebruik shiitake, van een origine Japanse paddenstoel, die wat vleesiger is dan bijvoorbeeld de champignon, in dit geval de kastanjechampignon. En die afwisseling van die structuren vind ik fijn. Dus een beetje het zachte van die kastanjechampignon en het vleesige, dat zie je ook als je hem doorscheurt.
heeft echt een beetje een stoffige, bijna ja, stoffig vlezige structuur. En dat zie je vaak bij de vlezige paddenstoelen, ook bij de oesterzwammen en zo. Die kun je scheuren op een hele makkelijke manier. En de kastanjechampignon, die kun je niet scheuren, want die breekt. Die heeft ook wat meer vocht in zich, dus die ga je meestal snijden. Die snij ik gewoon in plakjes. En de, altijd de vraag, mag je paddenstoelen nou wassen? Ik zeg altijd, alles mag, maar ik zou het gewoon niet doen. Paddenstoelen hebben gewoon de eigenschap om vocht op te nemen, dus in dit geval dan ook water. Ja, water heeft gewoon weinig smaak, dus waarom zou je het dan wassen? Als ze echt vies zijn, borstel het gewoon eventjes met een borsteltje of gewoon met een stukje keukenpapier. En de aarde zit eigenlijk vooral aan de wilde paddenstoelen, zoals de trompette l'amour. Dat is een paddenstoel die bijna niet gekweekt kan worden. Morius, ook een paddenstoel die bijna niet gekweekt kan worden. Dus die komen echt uit het wild. En daar zit gewoon wat vaker wat aarde aan. Dus pak gewoon nog even een papiertje of een klein kwastje. Gaat deze video nou te snel? Nou ja, kijk dan hieronder in de beschrijving. Daar staat een linkje voor dit allerhande recept. Kun je het even rustig nalezen en kijken. Spitskool is aangebakken en die gaat nog in die curry. Dus hij hoeft niet helemaal snotgaar. Halen we eerst die cereestengels eruit. En het schilletje van de limoen. Mag de spitskool erbij. De pan hoef je nog niet schoon te maken. Die blijft even op het vuur. Dan gaan we even die paddenstoelen los inbakken. Ja, en die paddenstoelen bak je een minuutje of 3-4. Want ook die gaan nog eventjes in die curry. Maar die krijgen eerst de aandacht in de pan. Zodat vooral de smaak van die shiitake gewoon een beetje wat intenser wordt. En dat doe je door hem op hoog vuur gewoon eventjes aan te bakken. Je gebruikt niet te veel olie, gewoon een klein schuitje. Ook al is die olie nu al verdwenen uit die pan, die komt straks weer tevoorschijn. Een klein snufje zout. Zout onttrekt namelijk vocht. En dat zorgt ervoor dat die het vocht, maar ook die olie weer wat sneller loslaat. En dan hoor je eigenlijk nu al snel, die begint te sissen en dan ben je dus goed aan het bakken. Altijd op hoog vuur, niet laag zetten. Totdat ze een beetje bruin worden, dan mag dat bij de curry. Die spitskool heeft nu 10 minuutjes een beetje meegeprutteld in de curry. Nu mag ook de paddenstoelenmix erbij. Dus de shiitake en de kastanjechampignons. En die gaan ook nog een paar minuutjes smaak opnemen in die curry. En dan is hij klaar. Het is tijd om op te scheppen. Heerlijk. Ja, ik serveer hem lekker met wat rijst. En een beetje gebakken uitjes. En die limoen die hebben we straks ook nog nodig. Dan kun je nog een kneepje frisheid erop loslaten. Een beetje rijst op het bord. Prachtige kleur, maar vooral een prachtige geur. Echt heerlijk. Een beetje uitjes. Altijd lekker voor het krokante effect. Wat mooie partjes limoen. Kijk, dit is hem dan. Mijn vegan curry met spitskool en paddenstoelen. Nou, wil je nog meer van dit soort inspiratie? Klik dan een van deze video's aan. En abonneer je even op het allerhande YouTube-kanaal, want er staan nog veel meer video's en leuke series op. Doen. En even liken. Doei. Lekker man.